Wist jij dat er 4 manieren zijn om met de schuifmaat te meten? In deze video ga ik je uitleggen hoe je met de schuifmaat kan meten en hoe je zowel een analoge als een digitale goed kan aflezen. Je hebt de standaard schuifmaat grofweg in 2 verschillende versies. Je hebt de digitale waarbij op een schermpje heel makkelijk de maat die je aan het meten bent af kan lezen. En je hebt de analoge die er op het eerste gezicht misschien wat ingewikkelder uitziet. Van de analoge heb je ook nog een versie met een klokje, vergelijkbaar met deze, maar die zie ik in de praktijk niet zo heel vaak, dus die laten we voor nu even achterwege. Laten we beginnen met de analoge. Het allergrootste voordeel wat een analoge schuifmaat heeft ten opzichte van een digitale, is dat de batterijen nooit leeg zullen raken. En iets anders wat ook een voordeel is, is dat die gewoon een heel stuk goedkoper is dan een digitale. Het aflezen van een analoge schuifmaat lijkt heel ingewikkeld, maar is eigenlijk alleen even een trucje wat je door moet hebben. Je hebt hier een reeks getallen en je hebt hier een reeks getallen. En dan heb je nog deze, die zijn voor inches, dus die gebruiken we niet. Bij het aflezen begin je altijd bij de 0. Dit nulstreepje kijk je hier op deze liniaal waar die uitkomt. Dat geeft millimeters aan. Vervolgens kijk je met deze streepjes waar die op deze uitlijnen. Dus er is altijd één streepje die exact uitlijnt met een ander streepje. Dat geeft vervolgens de tiendes aan. Stel, we zetten hem hier. Nu, voor het aflezen van de analoge schuifmaat hebben we eigenlijk 2 schaalverdelingen die we gebruiken. We hebben de schaalverdeling hier en we hebben de schaalverdeling hier. De eerste stap die je doet is je kijkt waar de 0, dit streepje van de 0, waar die hier op deze schaal uitkomt. Nou, in dit geval is dat bij de 12 en je ziet dat het iets meer is dan 12. 10, 1, 2, 12. Vervolgens kijken we naar deze lijntjes hier. En het enige wat we hier hoeven te doen is te kijken welk van deze streepjes aan deze kant precies uitlijnt met de streepjes aan deze kant. En dat geeft vervolgens je tiendes aan. Dus als we hier gaan kijken, het streepje van de 1 lijnt niet precies uit, 2 ook niet, 3 ook niet, 4, ja, 4. Oftewel, we hebben hier 12,4 mm. Het is even oefenen in het begin, maar als je het eenmaal door hebt, is het best wel logisch. Laten we even een testje doen. Welke maat zie je hier? Precies, het is 21,8. Zoals we zien hier, de 0 is net voorbij het streepje van de 1. En vervolgens bij deze streepje zie je dat de 8 precies uitlijnt. En heb je hem? Deze is 14 mm. Eerst kijken we weer naar de 0. Die komt hier bij de 4 uit. En vervolgens kijken we naar deze streepjes. En zoals je misschien is opgevallen, lijnt de 0 direct al uit. Dus 14,0. Nou, wil je het wat sneller kunnen aflezen, dan pak je natuurlijk waarschijnlijk een digitale schuifmaat. Want ja, zoals je ziet is dat een heel stuk makkelijker. Ook even een testje doen. Wat staat hier? Precies, 10,04. 22,62. En 15,67. Gaat een stuk sneller dus. Waar je met een digitale schuifmaat wel even op moet letten, is dat je hem overal op 0 kan zetten. Dat kan super handig zijn, maar daar kan je ook in trappen. Want zet je hem bijvoorbeeld hier op 0 en ga je vervolgens meten, ja, dan is dit natuurlijk geen 9,77, want daar zat ook al die 15 bij. Dus let daar goed op, zet hem op het goede moment op 0. Nou zijn er een aantal digitale schuifmaten die nog een extra knopje hebben, namelijk ABS. Dat is niet om te voorkomen dat hij blokkeert. Dat is de absolute meting versus de incrementele meting. En dat is eigenlijk best wel heel handig. Dus standaard staat hij gewoon zo, 0,0. En wil je bijvoorbeeld een as meten van, laten we zeggen, 10,64. 63, 64. Nou heb je een tweede as die je ook nog wil meten, maar je wil eigenlijk weten wat het verschil is. Dan kan je hier op ABS drukken. Zet hij hem op 0 en krijg je daar een extra tekentje in beeld. Vervolgens meet je je tweede as op en kom je er bijvoorbeeld achter dat hij ietsje groter is of ietsje kleiner. Super interessant. Maar, wat was die as nou eigenlijk zelf? Nou, druk je op ABS en dan is die weer terug naar je originele nulpunt. Dus kun je ook weer de echte maat van de as meten en niet alleen het verschil. Dus op die manier kun je daar makkelijk in switchen. Deze gaat altijd terug naar zijn originele 0 en deze gaat op 0 als je hier op ABS drukt.
Vooral dat laatste, dat je je nulpunt dus kan variëren, dat is heel erg makkelijk. En ik gebruik dat best wel vaak. Bijvoorbeeld als je eerst even de dikte van je zaagblad opmeet, dan op nul zet en dan je materiaal. Dan telt het al bij elkaar op. Dus dan meet je precies hoe dik je wil zagen, plus de dikte van je zaagblad. Anders zou je dat allemaal uit je hoofd moeten doen. Hetzelfde kan je met een draaibuitel doen, of ja, eigenlijk net wat jouw situatie is. Dus zeker een voordeel van een digitale schuifmaat. Iets anders wat een hoop schuifmaten hebben en eigenlijk niet zozeer gerelateerd is aan een schuifmaat, maar wat wel makkelijk is, zijn de voorboortabellen. Dus op veel schuifmaten staat op de achterkant precies hoe je moet boren voor het tappen van draad. Dus wil jij hier M4 tappen, dan staat er hier precies wat de spoed is, wat de eigenlijke voorboormaat zou moeten zijn en welke boor je daarvoor pakt. 3,3 in dit geval. Nu weten we dus hoe we zowel een digitale als een analoge schuifmaat kunnen aflezen. En dat is best wel cool, want laten we eerlijk zijn, zo'n analoge schuifmaat voelt toch wel een beetje als geheimtaal. Maar aflezen is allemaal hartstikke leuk. Als je niet weet hoe je moet meten, heb je er nog steeds helemaal niks aan. Dus, de vier manieren om met de schuifmaat te meten. De meest bekende is natuurlijk het meten van een buitenmaat. Dus dan pak je simpelweg deze bekken voor. Zet je op deze as bijvoorbeeld. En dan lees je hem af. Vrij straightforward. De tweede manier, die zou je wellicht ook wel kennen, is het meten van een binnenmaat. En daarvoor pak je deze achterste bekje. Stel dat we deze buis aan de binnenkant willen meten, pak je deze achterste bekken. En op die manier kan je hem ook gewoon weer aflezen. Dat zijn de twee meest bekende. Maar er zijn dus nog twee manieren. Namelijk, als je hem schuift, dan schuift hij hier aan de achterkant een stokje uit. Ook die kan je gebruiken om mee te meten. Bijvoorbeeld voor in de diepte van een gat. Ik heb hier bijvoorbeeld dit mooie rode busje. En als ik hier iets in wil tappen, wil meten. Zet je simpelweg het onderkant twee schuifmaten tegenaan. Stokje laat je zakken tot het einde. En ook dan kan je hem gewoon weer aflezen. En dan de laatste manier is met de achterkant hier van je schuifmaat. De bovenkant van deze bek en de bovenkant van die bek samen. Ja, zijn ook twee meetvlakken. Dat is bijvoorbeeld heel makkelijk als je wil weten hoe diep dit stapje hier is. Onderste bek daar tegenaan, vervolgens schuif je de bovenste bek tot hij de tweede raakt. Aflezen en je weet precies hoe groot het is. Veel gemaakte fout met de schuifmaat is dat er eigenlijk niet goed mee gemeten wordt. Het aflezen gaat allemaal goed, maar het meten zelf, het vasthouden, daar gaat het mis. Je kan de schuifmaat namelijk heel makkelijk scheef op je materiaal zetten en ja, dan ben je niet meer de dikte van je materiaal aan het meten, maar de diagonale lijn. Wat ook interessant kan zijn, maar meestal is dat niet wat je wil. Dus hoe doe je het nou goed? Nou, simpelweg, je hebt de platte kanten van je schuifmaat, die zet je op je materiaal en die hou je gewoon stevig vast. En zoals je ziet, zit er dan weinig beweging in. Je hebt ook de dunne kantjes van je schuifmaat hier en als je daarmee meet, zoals je ziet, is het moeilijk om te zeggen wat nou precies de goede maat is. Zo, nu weet je hoe schuifmaat werkt en kun je hopelijk wat nauwkeuriger meten. Ik heb een playlist voor je klaargezet met wat andere tools en de uitleg daarover. Dus zie je daar!